Ik wil jullie graag het komende kwartier bellen wat ik nou concreet als Wikimedia coördinator van de KVN. Als ik mezelf aan nieuwe collega's voorstel, dan zeg ik altijd maar één woord te onthouden, Wikipedia. Want dat kennen de meeste mensen, maar dat is handig voor de collega's. Maar daarmee doe ik mezelf tekort, want ik doe veel meer dan Wikipedia. En misschien als ik één ding heel weinig doe, dan is het Wikipedia wel. Dus ik wil jullie graag in 12 minuten of zo, 13 minuten proberen uit te leggen wat ik dan wel doe. Het is niet uitputtend, maar het is een begin. En daarvoor heb ik enige context nodig. Je kan zeggen dat ik in algemene zin aan de ontwikkeling van de digitale bibliotheek van de KB werk. En als je dan over de digitale bibliotheek hebt, dan is het ja, zo'n gouden driehoek altijd, of zo'n vaste driehoek. Je hebt dan metadata, dat is dan beschrijvingen van de digitaliseerde werken. Dan heb je beelden, digitaliseerde beelden, denk aan Delver, kranten bijvoorbeeld. En daarbij dan ook context en verhalen over die gedigitaliseerde, gemetadateerde objecten. Nou, dit kan je ook op zijn wikis uitdrukken, zeg maar, in termen van Wikimedia projecten. En dan het project, het platform waar de context en de verhalen op staan, dat is Wikipedia. En bij Wikipedia zit een gemeenschap van schrijvers, contentmakers. Nou, als je het over beelden hebt in de Wikimedia-wereld, dan is dat het beeld, de beeldbank Wikimedia Commons. Daar staan alle beelden die Wikipedia bijvoorbeeld gebruikt op. En daar zit ook weer zo'n gemeenschap van makers en fotografen en mensen die met beelden aan de slag gaan. En als je het hebt over metadata, dan heb je het over Wikidata. Daarin staan beschrijvingen van zo'n 110 miljoen dingen, waaronder allerlei objecten van de KB. En daar zit ook weer zo'n groep mensen aan vast die het wel tof vinden om die data verder te ontwikkelen en te verrijken. Ik ben in de loop van de jaren ben ik steeds meer gaan kijken naar deze drie projecten als een samenhangend geheel. Het zijn dus niet zozeer losse platformen, maar het is eigenlijk één soort samenhangende infrastructuur. En bijvoorbeeld de beelden uit Commons, die worden op Wikipedia gebruikt. De data uit Wikidata wordt gebruikt om de beelden op Commons te metadateren. En zo wordt er constant eigenlijk informatie, data en kennis tussen die platformen uitgewisseld. Dus dit is eigenlijk een soort samenhangende technische en sociale infrastructuur. De techniek biedt platformen, de sociale kant, dat zijn die groepen van mensen, die communities die rond die projecten hangen. En het is een gratis open infrastructuur die iedereen kan gebruiken. En als je daarover leest, dan kom je heel snel de term social machine tegen. Dus dat is een omgeving waarin techniek en mensen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dus de techniek is niks zonder de mensen. En de mensen zouden hulpeloos zijn zonder de techniek. Nou, en wat wij nou als KB doen, wij dragen bij aan die sociale machine, aan die infrastructuur, om onze collecties, dus onze beelden, verhalen en data, wedervindbaar, zichtbaar en herbruikbaar te maken. Dus wij nemen uit die infrastructuur, maar wij geven ook terug. Wij plaatsen onze beelden bijvoorbeeld en onze metadata plaatsen wij op die infrastructuur. Nou, dat is heel kort de context waarin ik werk. En wat doe ik dan concreet? Gewoon heel praktisch. Wat doe ik in mijn dagelijks werk, mijn dagelijks werkleven? Nou, om één misverstand uit de wereld te helpen. Ik schrijf heel weinig Wikipedia-artikelen. Eigenlijk doe ik datzelfde. Wat ik wel doe, is kleine toevoegingen aan artikelen doen. Linkjes, onvermeldingen, spelfouten, dat allemaal dat soort. Ik kan het dan niet laten als ik dat nog niet weet. Doe ik dat van wel. Maar dat dus niet. Ik schrijf niet eindeloos artikelen over de KB of over onze collectie onderdelen. Wat ik wel doe, ik ben veel meer randvoorwaardelijk en stimulerend. Ik maak bronmateriaal uit de KB beschikbaar voor die gemeenschappen van mensen, dat ze daar hun Wikipedia-artikelen bijvoorbeeld mee kunnen maken. Ik ondersteun mensen en stimuleer ze om met onze materialen aan de slag te gaan. Ik heb na tien jaar, dus ik heb ondertussen heel wat kennis en ervaring, en niet alleen theoretisch, maar ook praktisch opgedaan. Nou, dat is ook iets wat ik graag deel, want ik leer heel veel van die gemeenschap. Dus ik vind het ook heel belangrijk om het weer terug te geven. Een soort eerlijk oversteken, zeg maar. Ik heb een netwerk wat ik onderhoud en probeer uit te bouwen. Ik probeer natuurlijk
wat we doen ook te markten en te promoten. En ik zorg ook dat ik een aantal indicatoren meet, omdat we weten dat we nuttig bezig zijn. En daar schrijf ik dan ook rapportages en artikelen op. Dus even kort, even 5 van die rollen die ik vervul, heb ik even kort uitgelicht. Hè. Ik zorg ervoor dat rechtenbreie beelden uit onze collectie, digitaliseerde beelden, bijvoorbeeld de Flora Latava of middeleeuwse handschriften, atlassen of vriendenboeken of sensprenten, allemaal dat soort mooie materialen, dat op Wikimedia Commons komt te staan en wordt voorzien van metadata. En ik zorg dat onze collectiedata ook zo mogelijk in Wikidata terechtkomt. Nou, voor wie doe ik dat? Eigenlijk voor de hele wereld. Want de doelgroep van Wikimedia is iedereen ter wereld. Nou, dat is misschien heel breed. Hoeveel zijn er dan? 8 miljoen mensen of zo. Specifiek, er zijn meer dan 100.000 contentmakers rond die Wiki-projecten. Nou, dat is eigenlijk mijn belangrijkste doelgroep. Want die moeten uiteindelijk aan de slag gaan met onze KW-spulletjes. Ik merk ook dat er veel belangstelling is van binnenlandse en buitenlandse erfgoedinstellingen voor het werk wat ik doe. En zij willen ook graag gebruik maken van onze kennis op Commons en op Wikidata. En ik zie ook dat er bijvoorbeeld binnen de wetenschap, onderwijs of ook in toenemende mate door AI's gebruik gemaakt wordt van onze content die wij op Commons en Wikidata aan. Mag ik wat vragen, Olaf? Ja, natuurlijk. Hoe weet je dat zo'n AI dan er gebruik van maakt? Hoe weet je dat? AI dat gebruikt? Dat kan je als je met ChatGPT zit te spelen, kan je dat uittesten. Cool. Ja, dan kan je bijvoorbeeld vragen, dan stel ik een vraag, kan je dit document op Delver of zo, of deze afbeelding op het geheugen, kan je daar iets over zeggen? Nou, dan loopt hij tegen een robot.txt aan. Dat mag niet. Mm. En dan zeg ik, kijk eens op Wikimedia Commons. Dan dat daar het wel in beeld staat. En dat vindt hij dan wel. Oh, lachen. Is een andere manier om beperkingen die we op dit moment in onze eigen dienst ingebouwd hebben. Maar je weet ook dat dat gebruikt wordt op die manier. Het wordt in ieder geval door ChatGPT gevonden. En door andere AI's. Dus dat staat open daarvoor. En dan kan je aannemen dat het ook wel gebruikt. Nu of later. Cool. De tweede rol die ik vervul is een relatiebeheerder, een accountmanager. Dus ik zeg altijd, ik heb 1 been in de KW en een ander been in de Wiki-gemeenschap. Dat betekent ook dat ik deelneem aan de activiteiten en bijeenkomsten van die Wiki-gemeenschap. Bijvoorbeeld overmorgen is er een hackathon in Utrecht, waar veel Wikimedianen samenkomen. En daar ga ik ook uit persoonlijke interesse heen. Ik vind het leuk om te programmeren en met data te spelen. Maar ik doe dat ook om de KW daar zichtbaar te laten zijn. Ik krijg ook wel eens telefoontjes of e-mailtjes van mensen uit de Wiki-gemeenschap die dan een bijeenkomst willen organiseren, maar nog geen zaal hebben. En dan weten ze, ik kan even van die mooie vergaderzalen. En vaak in het weekend, want het zijn veel vrijwilligers die er aan werken. En in het weekend staan deze zalen leeg. Dus dan bel ik even met GNF, mogen we die gebruiken. En catering en schoonmaken en zo. Dat soort. Nou, en dat gaat meestal wel goed. Dus we hebben regelmatig bijeenkomsten hiervan. De Wikimedia gemeenschap hier in de KW, deze zaal bijvoorbeeld. En ik krijg ook vaak mailtjes van mensen die Wikipedia schrijven. En die zijn op zoek naar specifieke pagina's uit boeken of uit kranten. Die nog niet online staan. Wij hebben natuurlijk alle boeken van Nederland, zeg maar. Dus kan je dan even een foto maken van pagina 80 en 81 uit dat boek. En mij sturen. Dan kan ik weer daar een Wikipedia artikel horen zien. Nou, dat soort hele praktische dingen doen we ook. Ten derde, ik heb ook een rol als adviseur en consultant. Ik doe dit al 10 jaar, dus ondertussen heb ik ook wat kennis en ervaring en vaardigheden opgebouwd. Dat doe ik zowel voor interne, voor KW-collega's of teams. Die willen iets met Wiki of ik verken de mogelijkheden, bijvoorbeeld meer samenwerking tussen Delver en Wikipedia, dat soort dingen. Ik doe dat ook bij collega-instellingen.
Onderaan zie je een aantal logo's van instellingen die ik waarmee ik in het verleden en op dit moment samenwerk. En ik word ook regelmatig gevraagd om hoe grotere of kleinere zeg maar, maatwerk, adviestrajectjes binnen dat soort instellingen en bij onze netwerkpartners te doen. Nou, dat doe ik natuurlijk voor de KB zelf, omdat ik het belangrijk vind dat ja, de KB beseft van wat de meerwaarde van Wikimedia is. En ook voor de soort partijen onderaan. Ten vierde, ik vind het leuk om cursussen te geven en workshops en trainingen en zo. Dus dat doe ik ook regelmatig. Dat doe ik voor onze netwerkpartners, bijvoorbeeld openbare bibliotheken, die willen dan weten hè, wat zouden wij kunnen hebben aan Wikipedia. Nou, dan ga ik daar uitleg geven of training verzorgen. Die trainingen die zijn ook interessant voor de Wikimedia community zelf. Zij zijn heel erg geïnteresseerd in erfgoed. Nou, ik weet al of de bibliotheken, daar heb ik dan het nodige van. Dus dan kan ik kansen voor hun en uitleg geven van ja, als je dan erfgoed en wiki, hoe dat dan samen kan werken. En dit jaar heb ik ondertussen redelijk wat interne cursussen al over Wikidata, Wikipedia, Wikimedia Commons en andere wiki-gerelateerde onderwerpen gegeven. De 14e november geef ik een verdiepende cursus over Wikidata en de KB, hoe dat samenwerkt. Dus mocht je daar meer over willen weten, kijk even op het plein, daar kan je nog aanmelden. En tot slot, ik meet ook periodiek een aantal KPI's die ik bijhoud over de samenwerking van KB en media. En dat doe ik vooral om te laten zien dat het is echt werk met impact. Door onze beelden bijvoorbeeld op Commons beschikbaar te maken, nou, ze worden echt over de hele wereld gezien. En ze worden echt miljoenen keren bekeken over de hele wereld, elk jaar. Dus het is echt een belangrijk kanaal om je content en je data te delen. Dus ik meet die indicatoren, die meet ik heel droog. Nou, en om dat iets wat toegankelijk te maken, schrijf ik ook rapportages en ook wat uitgebreidere artikelen die dan op Zonodo bijvoorbeeld publiceren over. Echt om te laten zien ja, wat de impact van het werk is en vooral wat de KB aan heeft om onze doelstellingen te behalen. En er is nu sprake van dat misschien volgend jaar, dat in de jaarlijkse set KPI's die we aan de OCW moeten rapporteren, dat er ook een aantal indicatoren van Wikipedia in opgenomen zouden kunnen gaan. Nou, als je dit hele verhaal nog rustig wil nalezen, dan is er op de KB-website een wat langere pagina beschikbaar, waar ik destijds aardig mijn best gedaan om dat ook lang te houden, want er is veel te vertellen. Dat het allemaal in twee paragrafen samengevat moet worden. En daar staat het meeste wat ik nu vertel, staat daar ook in uitgelegd. Dus daar kun je